Politie! Ja, naar beneden. En dan moet je zorgen dat deze allemaal groen worden. Ik sta hier kankerdeur! We zijn weer aan de Broodzakkenbroek voor de tweede dienst. Ik ben benieuwd wat vandaag gaat brengen. We hebben net gebriefd op een andere manier dan normaal gesproken. Nu gaat dat via een soort telebriefing, zodat we elkaar allemaal op schermpjes zien, want corona. Dus ik ben benieuwd wat het dan gaat brengen. Ik heb er zin in. Ja, zoals jullie kunnen zien, bedoel is inderdaad het telebriefing wat we in Lekport al wel een tijdje hebben. Dus ik denk dat de meeste kijkers dat misschien wel kennen. Maar we hebben straks eerst een klusje samen met de andere eenheid. Moeten we een verdachte aanhouden buiten hete data op verzoek van de DR, de districtsrecherche. Dus dat gaan we straks even aanhoren wat we moeten doen. En voor de rest verder nog wat doen. Mutatievergistering afgemaakt. Hebben we gedaan. Verder gaan we zien wat het wel brengt. Ja, ook het is nog stil de porto, dus dat is goed thee. Precies. We zitten inmiddels in het voertuig ingelogd en wel. En we gaan gelijk met de collega's, ik denk dat die achter ons rijden trouwens, ik heb ze nog niet gezien. Richting locatie voor de aanhouding van de verdachte. Of niet? Of niet, ga je wel melden. 24 Reina. Copernicus, krijgt een melding via de ambulance. Iemand met rollator is gevallen, hoofdgewond. En nog die kant op. Ja, begrepen, die kant op. Nou, de aanhouding moet nog even wachten van die meneer. Wij gaan nu naar een ongeval om het zo even te noemen, zonder weg. Blijft u maar vooral rustig liggen. Goedemiddag meneer. Wat is uw naam? Weet u dat? Bent u nog buiten bewustzijn geweest? Weet u dat? Nee. Nee? Ja, ik reed hier langs, zal ik hem liggen? Mag ik hem even op de auto daar neer? Ja. Ik zorg zelf wel een verzorging met wat oudere mensen. Het zijn van de korte plekjes, hè? Beetje uit. Ja. Ja, oké, de goedemiddag. Taxi 67, uit. We zijn inmiddels klaar met die. Dat was een aanrijden, want het was in zijn aanrijden. Dat was een meneer die was gevallen op zijn rol later. En die had daar wat verwondingen. Die is nu met de ambulance mee ter controle naar het ziekenhuis. Toch wel wat bloedverwondingen in het gezicht. Dus even kijken wat er nodig is verder. Maar we hebben wel nog een klein raadseltje. Tenminste, wij, of een weetje. Als goed is, hebben jullie dat beeld inmiddels ook kunnen zien. Op de rollator zat een knopje en daaronder zat een lasertje. En we hebben wat betekent dat nu? Ja, het is een soort mensen met Parkinson. Mm-hmm. En dat is een lijntje waar ze op kunnen letten om de vertraging en het looptempo te bepalen. Ja. Moet ik het wel goed zeggen natuurlijk. Maar in ieder geval, het is dus een hulpmiddel voor mensen met Parkinson die makkelijker dan kunnen lopen. Doordat ze een lasertje op de grond zien. En dat helpt ze. Ja, zo leer je nog eens wat tijdens zo'n dienst. Voor degene die het wist. Laat even een reactie weten of je het wel wist of niet wist. En dan gaan wij ondertussen door naar een volgende melding. Of dat is niet eigenlijk de melding. Het klusje wat we eerder gehad hebben. En de collega's rijden voor ons ook. Voor die aanhouding buiten inderdaad.
Oh, oh zo. Hey jongens, dat van hem kan zijn. Hallo. Hallo. Wij zijn op zoek naar Sita. Ja, we hebben machtiging om binnen te rijden, want we komen hem aanhouden. Kortlom wat doen? Ja. Kom je naar huis, zitten gezellig. Goed op, hè? Wil je wat drinken? Ik wil een beetje ja. Zo. Goed, ja. Een beetje naar beneden. En dan moet je zorgen dat deze allemaal groen worden. We zijn weer terug in de auto. We waren even bezig met de afhandeling van deze verdachte. Zoals we zeiden, was een aanhouding voor de districtsrecherche in verband met onderzoek. Ik weet eigenlijk niet zo goed wat er nou precies aan de hand was, maar dat is eigenlijk nu niet belangrijk. In ieder geval, we zijn nu, het is 6:30. Dus we zijn even bezig geweest met wat administratie. Dat heeft te maken dat ze natuurlijk de aanhouding moesten doen. We moesten wat dingen in beslag nemen en voorgeleiding regelen. Nou, dat is allemaal gedaan. En identiteit vaststellen door middel van proogjes. En daarna hebben we een hapje gegeten en nu gaan we weer de straat op. Dat er mogelijk iemand in een woning aanwezig was, één zone, dus wij zijn door het pak niet geïnformeerd. De bewoner staat nu ter plaatse en durft niet naar binnen. U mag even gaan kijken over. Ja, dat is ontvangen bij die kant. Welke was het die? Deze, ja. Hey, de reden dat u aanspreekt is dat u toen we voorbij reden uw telefoon in handen had. Oh, sorry, ja, maar nu kan ik het niet zien. U kreeg wel een bekeuring voor het vasthouden van uw mobiel tijdens het... Ja, zeker wel. Heb je hem in je hand gehouden terwijl je aan het bellen was? Ja, die kant boven. Ik heb iemand me aangetroffen, maar als u goed vindt, ga ik weer door. Hoe heet u eigenlijk allemaal? We hebben een melding van een meneer die onwel op straat lag, mogelijk ambu onderweg. En wij werden ook met spoed meegestuurd. Waarom is dat eigenlijk? Stel dat meneer gereanimeerd moet worden, zijn wij het snelst in de buurt in ieder geval. Nou, in dit geval niet, want ambu was eerder dan wij. Ja, pech. Uiteindelijk wel. Maar wij hebben veel meer auto's tot onze beschikking dan de ambulance in Den Haag. Ja. Dus de kans dat wij eerder aanwezig zijn is veel groter. Maar ik moet eerst zeggen, ik vond bij deze, want de meldkamer zei COVID-symptomen. Dus ik dacht wel een auto. Shit, straks moeten we daar misschien wel toch iets doen, reanimeren of zo. Dus ik zat dan in mijn hoofd, ik moet een pak aan, een maskertje op en handschoenen. Ben ik toch wel even een andere extra, mindset over nadenken inderdaad. Extra dingetje waar je nu aan moet denken. Maar goed, uiteindelijk in dit verhaal bleek het zo te zijn dat meneer was dakloos. En die was in een soort, hoe noem je dat, slaaplocatie? Ja, een soort onderkomen, een nachtopvang eigenlijk. En dan was hij uitgezet omdat, reden weet ik niet. Hij heeft niet aan de regels, zich aan de regels gehouden. Dus hij werd vriendelijk verzocht om het pand te verlaten. Ja. En binnen was er nog niks aan de hand. En buiten had hij last van hartkloppingen. En de ambulance zegt, personeel van de ambu in ieder geval zegt, er is niks aan de hand. Dus het was, hoe noem je dat mooi? Ancelleritis? Ancelleritis extremitis. Nou, vind ik wel een mooie afsluiting voor deze melding. Waar gaan we nu heen? We gaan nu weer terug naar het verzorgingsgebied van Zegbroek. Want we zitten een eentje uit de wijk. Dus en dan gaan we daar weer kijken of er nog wat kijken. Is. Kijken, surveilleren. Surveilleren.
Nee, is wel aangesloten, is wel als je bij kennis, maar het valt de hele tijd weg. Dus, maar het is heel mager de polsslag gedaan, man. Jazeker, meneer. Ja, klopt, ja. Moet je achterin nu? Scherp. Zelfs met een mondkapje op. Ze is juist klaar bij die melding. Tenminste, wij gaan al weg. Collega's en ambulance zijn nog eventjes bezig daar. We kregen een melding van een... het was een beetje waarschijnlijk mogelijk iets is van een reanimatie zijn. Het was onduidelijk. In ieder geval een persoon die zeer slecht aanspreekbaar was. Een hele zwakke ademhaling. Zo, lastig woord, hè. In ieder geval had. En collega's kwamen te plaatsen. Wij waren als tweede voertuig aanwezig. Ze hadden de ARD al aangesloten. Mevrouw had een hele zwakke pols in dit geval. En dan kon ze een ambulance afgewacht. En die hebben haar onderzocht. Nou, het is in ieder geval... dat klinkt misschien heel raar, maar op dit moment niet levensbedreigend op het eerste moment. Maar het is wel heel raar dat mevrouw totaal niet een soort van bij bewustzijn is. Behalve dat ze heel licht ademhaalt en een beetje met de ogen knippert. Ja. En heel af en toe wat mompelt. Dus die wordt nu met spoed voor het controle naar het ziekenhuis gebracht. En dat eigenlijk. En wij gaan weer verder. Waar rijden we nu? Werkgebied van Scheveningen. Is dit Scheveningen? Ja, ik weet niet of de kijker het ziet, want het is nu wat donker, maar we zijn natuurlijk nog eerder. Ja, ik herken nu wel weer dingen. Ik ben benieuwd of de mensen nog herkennen van eerdere video's. Ja, kom even met ons mee. Ik krijg de beeld op de rug, krijg ik een beetje zorg. Ik ga eerst aangifte doen. Ja, dat gaan we ook bij de deur dan doen. Nee, hij heeft aangifte gedaan, hoor. Nee, hij heeft geen aangifte gedaan. Neem maar mee. Want kunnen allebei je gedaan. Neem maar mee. Hij gaat eerst aangifte. Ja, hij heeft wel meerdere sneeuwen in zijn hand. Kijk eens wat er gebeurt. Meneer, doe even rustig. Het heeft geen zin. We gaan zo meteen allemaal niks op papier zetten. Wat hebben we ook zin, man? Ga ik in deze bus zitten, meneer? Ja. Kom maar. Hey, flapje jullie allemaal? Kom. Het heeft geen zin. Kom. Het heeft geen zin. Laat maar. Hey. We gaan. Niet doen. Nee, kanker, gewoon. Hoe kom jij in de beurt, kankerboos? Zitten. Hey, niet zo doen, want anders word je ook aangehouden. Ik zeg, flapje jullie allemaal. Meneer, kom. Meneer, ga daar even mee om. Lopen. Zitten, goed om. In plaats van mij te gaan coördineren, ga eerst orde in straat stellen. Ik sta in kankerdeur. We moeten alleen hem even in de gaten houden, dat hij nu niet de ruiten eruit slaat. Ik heb niks opgekeken.
kijken waar die verdachte heen is. Maar nou, er is een verdachte vlucht en die bloedt. Dus we gaan even kijken of wij kunnen zien of er een richting is waarop die heen is gevlucht. Zullen wij door middel van bloedsporen eventueel. Zullen wij even omlopen en dan aan die andere kant even gaan kijken? Die is naar binnen, bedoel je? We zijn inmiddels weer terug aan het bureau hier in Zegbroek. En het is 11:30 inmiddels, dus het zit iets in de overuren. Maar die laatste melding, vertel, wat gebeurde er? Wat is er aan de hand? Wat hebben we gezien eigenlijk? Nou, het was in ieder geval heel chaotisch. Ja, het was heel chaotisch. Ja, er was een melding dat er in Scheveningen, daar was het een en ander aan de hand. Hmm. En het liep uit de hand. Nou, dat was ook echt, was ook het enige wat wij eigenlijk wisten. Dus, er is zo weinig medewerking van de buurt, vond ik. Iedereen was een beetje, het was niet echt als agressief waren. Ja, ook wel een beetje sommige mensen, maar vooral heel veel schreeuwen en vooral geen antwoord willen geven. Ja, doorheen lullen niemand, en niemand stelt wat er aan de hand was. Terwijl er bij twee woningen ramen waren ingeslagen. Nou, met drie mensen onder het bloed zaten. En er zou iemand met een ijzeren staaf op zijn hoofd geslagen zijn. Nou, er was nog een, volgens mij een vierde persoon of derde persoon weg. Nou, inmiddels zijn een aantal mensen allemaal naar de ziekenhuizen om daar verwond te worden. Aan de verwondingen te verhelpen. Ja. En daarna gaan ze allemaal gehoord worden door de politie, denk ik. Maar dat is wel, het schijnt wel iets van een vee te zijn die al langer speelt of zo. Ja, het is eigenlijk gewoon een buurruzie wat escaleert. Ja. Maar ja, niemand, dat is ook het lastige, dat niemand wil ons helpen in ieder geval. Wij, dat vond ik, dat we doen het eigenlijk niet goed in hun ogen. Ja, nou, dat is wel iets wat, ik draai natuurlijk meerdere teams mee in het land. Maar het viel me gelijk op dat hier, het was echt wel een soort wij en zij, hun tegen de politie. Ja. Dat gevoel had ik echt binnen twee seconden. Ja. En dan gaan we een van die mensen meenemen naar het bureau. En dan gaat zo'n andere buurtbewoner, die gaat dan echt als een soort gerilla. Die gaat dan een beetje roepen, terwijl er 10 agenten omheen staan. Ik dacht, ja, wat wil je nou? Dat is echt gewoon pure heister, volgens mij. Ja. Maar dat is dus wel dat is wel wat er vaak gebeurt. Oké. Okay. Het lijkt me wel een hele lastige, zeg je dat? Omstandigheden om het werk goed in kunnen doen. Geef een andere dimensie, een andere uitdaging aan. Ja, lange adem heb je nodig in ieder geval. Ja. Maar echt met z'n, want ik ga ook wel eens met collega's, dat je in bepaalde gebieden met z'n tweeën naar een buurruzie. En dan, dan gaat het goed. En hier, ik heb het gevoel, je kunt het niet doen, denk ik. Nee, je hebt hier gewoon bepaalde straten waarbij je al weet dat als er een melding komt, dat je niet met één auto er naartoe moet gaan. En dat weten we inmiddels, alle omliggende bureaus weten dat ook. Ja. Dus we horen dat vaak en we koppelen ons ook. En wordt ook wel vaak met meerdere eenheden gestuurd. En dat is ook echt wel nodig, want je ziet het. Iedereen staat buiten, de hele straat staat vol. Iedereen bemoeit zich ermee. En de een die wil nog harder praten dan de ander. Dus het is altijd chaotisch. Het is heel erg. Ja. Oké, wij gaan nog even dingetjes op papier zetten. Dus we zijn aan het einde van deze video gekomen. We zijn terug aan het bureau. Dus doen we een box. Bedankt voor het meedraaien in bureau Zegbroek. Gaan we het volgende keer doen? Op het strand, denk ik. Op Scheveningen, stranddiensten. Stranddiensten. Ja, want vertel je, draait ook wel eens daar detachementen, in de zomer, groot, ja. Oké, okay, nou, in de zomer een liedje op het strand Scheveningen. Dan wil ik je weer bedanken voor het kijken. Laat me een duimpje als je niet gaat en dan zie ik jullie bij de volgende video. Doei.